We zijn op visite in Oud-en-Bos. Op deze zondagmiddag. En met de schoonouders van Yvonne. Mijn schoonouders. We hebben een heerlijk taartje gegeten. Zo. Het is al op. Ja, het taartje is al op. Ja. Nou, mijn vader heeft net zo lief een augurk. Nou ja, precies. Een augurk? Net zoals tegenwoordig. Nou, dat vind ik altijd nog lekker. Dat is lekker, ja, pittig. Een beetje olijfbasis. Ja, heerlijk. Misschien is dat ongelijk. Dat is helemaal niet goed. Nee, daar zit niet eens een dingetje. Ik moest in camp op de camping. Ja? En er werd ook altijd dit en dat en een plaatje en dan de taken om en al die dingen meer. En op een gegeven moment, als er iemand jarig is, dan krijgen we een kaart of de rest te geven. Ja, maar dat hebben wij ook. Dat is natuurlijk. Dat is altijd zo. Ja, dat is heel erg raar. Maar ik heb je al gezegd, het zou mij niet verwonderen als er met iets met Truus was. Over? Iets met Truus was. Dat hij de brieven schreef, vond ik vreemd. Maar ze stuurt de kaart. Nou ja, ik vind het goed. Je kan wel bellen, maar die hebben dat tweede huis in Italië. En dat vond ik niet goed. Ik wil wel eens opbellen en vragen hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ik hoor nooit meer wat. We moeten het eraan doen. Hè? We gaan doen. Ja. Maar ja, als het regent, heb ik wel zo'n hoes over. Nee, joh, blijf wil. Zolang het loopt weer blijft. Nou, voorlopig gaat het nu regenen ook. Nee. Dus even voor. Tot volgende week vrijdag is er nog steeds geen kans op regen. Nee. Maar wel zakt de temperatuur drastisch. Ja, die gaat naar 14 graden. Nou, ja. Ja. Vrijdag. Volgende week vrijdag was het weer 22 graden, stond op de televisie. Ja. Ja, maar je staat vaak in de krant van zoveel en dan, als het dan weer... Dit was van de Brabantse en die Brabantse Wimmer die heeft van al een paar weken geleden gezegd: we houden dit 6 weken, die droogte. Ja, ja. Ja, ik heb elke avond nog tot een goede gespoten. Gisteravond heb ik al een keer gespoten. Ja, mijn gras moet er nog een beetje uitzien. Asia, die azalia, die moet even goed water hebben. Ik heb wel een machtwater gehad, alle drie. Ja, maar niet een snuffie, want dan lijkt je tutje wel. Als hij het soppie maakt om te gaan werken in een emmer, doet ze er een scheutje aan die ezel. En nou, dat helpt niet hoor, dan kan ik net zo goed met schoon water doen. Ja.